U moet u voorstellen dat als het gaat over het vak P en het supporters home, dat mensen daar lid van zijn. En je zou ervan uit kunnen gaan dat als je dan lid bent, dat je daar ook naar binnen mag. Maar dat is niet aan de hand. Men hield daar een selectief deurbeleid, zoals wij dat zeggen. En dat betekent dat er aan de deur bepaald werd of je wel of niet naar binnen ging. En of je nou wel of niet lid was, dat maakte niet uit. En op het moment dat je via die kant naar binnen gaat, betekende dat ook dat je door kon het stadion in, naar het vak P, zonder dat je door de tourniquets ging, dus zonder dat er controle is op of jij iets bij je hebt in het kader van drugs of vuurwapens. En u moet u voorstellen dat in dat stadion, voetbal is ook een familiesport, dus mensen zijn daar ook met jonge kinderen, die zijn dan wel niet in dat vak P, maar die zijn wel in het stadion en ook wel eens in het vak B, zoals u zelf al zegt. Dus dat brengt wat mij betreft hele grote risico's mee. En we hebben hier in Nederland regels waar we ons allemaal aan moeten houden. Dus als u een kaartje moet kopen en gecontroleerd wordt, dan geldt dat ook voor deze mensen. En daar moet u denken aan intimidatie, maar ook het toepassen van geweld, het handelen in drugs. En dat openbaart zich bijvoorbeeld ook als het gaat over de toiletten bij het vak P. Wie mag er wel of niet naar het toilet? En dat lijkt iets kleins, maar het is bijzonder vreemd. En dat heeft natuurlijk zijn oorsprong in het gebruik en het verhandelen van de drugs. Ik kan u zeggen, en dat heb ik net ook al verteld, dat de verbintenis met Satudara en Saudara zeer nadrukkelijk aanwezig is op alle aspecten. Maar in welke vorm zich dat gepresenteerd heeft, zo specifiek wil ik op dit moment niet zijn. Want dat is uiteraard nog onderdeel van het verdere onderzoek wat moet plaatsvinden. Daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven. Wat ik u wel kan vertellen is dat er mensen ook gewoon zichtbaar met full color in het home en in vak P aanwezig zijn.